Ja, kijkers en lezers van Ruurlo vandaag. Het is Palmzondag in Ruurlo. Maar we zagen onderweg, en dat was toch wel leuk, zagen we mensen fietsen. En dat was ook, dat vonden we heel bijzonder, hadden we nog niet gezien. Een vader neem ik aan met een dochter achterop, hè? Dus een race tandem. Klopt. En hoe lang fietsen jullie? We hebben nu een klein half uurtje gefietst. Dan komen we vanuit Borculo met een omweg via Bargen. Jullie wonen in Borculo? Wij wonen in Borculo. Ja, ja. Maar dat intrigeert me. Ja, wij hebben ook een dochter. Dat je zo met haar achter op die fiets gaat fietsen. Want ik dacht eerst, je hebt ook wel van die tandems. Weet je, mensen die blind zijn, weet je wel, van het fietsen. Ja. Maar ja, dat is zij absoluut niet, gelukkig ook niet. Maar waarom doen jullie dat zo samen? Nou, het is lekker weer. Ja. En we hadden vorig jaar al het voornemen om op deze fiets te gaan, maar toen was ze eigenlijk nog net iets te klein. En ze heeft dit jaar een behoorlijke groeispurt gemaakt. Dus, een groeispurt? Hallo. Ja. Dat wil ik even weten. Wat is jouw naam? Sjanne. Ja. En wat voor groeispurt heb jij gemaakt? Was je zo klein dan? Nee. Maar waarom fiets jij met je vader eigenlijk? Zo. Ja. Kun je niet alleen fietsen? Ja. De helft eraf halen? Nee. Ja. Wat is er leuk aan om achter de rug van jouw vader mee te pedalen, te fietsen? Nee? Is het veiliger of rijdt hij harder, waardoor je ook harder moet rijden? Ja, hij rijdt wel hard. Hij rijdt wel hard, hè? Ja. Ja. Volgens mij is jouw vader ook een schaatser. Ja. Ja, jij houdt ook van schaatsen, hè? Ja, dat dacht ik. Ja, dat zit er gewoon in, hè? Hey. Maar krijg je ook zelf wel een eigen fiets of heb je die al? Nee, ja, ik pas wel ergens op, maar ik heb nog niet een eigen fiets. Oké. Hey. Maar op welke school zit jij? Heuvelschool. Op de? Heuvelschool. In Borculo is dat, hè? Ja. Dan waarschijnlijk. En wie maakt nu uit hoe lang jullie nu gaan fietsen? Want je hebt al een half uur gefietst, hè, vanuit Borculo. Ja? Zit je nou af te wachten hoe ver je vader gaat? Of? Ja. Ja, maar wat denk je dan? Ja, weet ik niet. Of wat hoop je? Ja, niet te ver. Oké. En jullie hebben ook een assistent meegenomen, ook uit Borculo. Ja. Je gaat toch niet zeggen dat het je broer is, hè? Nee. Wie ben jij? Leon. Hoe? Leon. Ja. Dat is een Franse naam. Ja, kan wel. Oké. Maar waarom fiets jij met hem, hè? Ja, wij hadden afgesproken en wij worden gaan fietsen. Oké. Gaan fietsen. Maar kun je het wel bijhouden, want zij zijn met z'n tweeën en jij alleen? Ja, lukt wel. Lukt dat wel? Ja, lukt wel. Oké. Hey, dan wens ik jullie een plezierige tocht verder, ja? Oké. Oké, tot dan. Even uitzetten. Ja.